Janssen. Kruip. Goal. Van Basten. Schitterend. Schitterend. Marco van Basten. Paas door het hart. Op Bergkamp. Schitterend. Combinatie. Lidmaat schiet. En scoort. Weer hij. Het is eigenlijk een verhaal op zich. Een vervolgverhaal. Ach, de meer. Daar aan de middenweg in Amsterdam-Oost. Tegenover Cruijffisch Betondorp. Zoveel geschiedenis. Allemaal weg. Wat nog aan de meer herinnert? Wat naambordjes. Bernabeuhof, Anfield Road, de Sjaak Zwartbrug. Maar verder? Een gewone woonwijk uit de jaren 90. Gewone mensen in gewone huizen in hun gewone leven in Amsterdam-Oost. Maar de plek. Man. Wat een plek. 62 jaar lang stond hier namelijk het huis van Ajax. In de jaren 30 kwam Ajax hier wonen. De Middenweg, 401. Het houten stadion, dat ietsje verderop lag, kon niet meer. Voldeed niet meer aan de eisen van de nieuwe tijd. Daan Rodenburg ontwierp voor 300.000 gulden een, zoals ze toen zeiden, mooi huis in een grote tuin. 4 klassieke tribunes, niet overdekt, met bungalows in de hoeken. Amsterdam, en hier weer, dames en heren, verklaar ik dit stadion voor geopend. Op 9 december 1934 werd Stadion de Meer officieel geopend met een wedstrijd tegen Stade Français. Bob ten Haven, rechtsbuiten van beroep, nam het eerste doelpunt voor zijn rekening. Naast het stadion, op Sportpark Voorland, onder de rook van het gloednieuwe voetbaltheater, mochten de jeugdspelers hun kunsten vertonen. Hier rijpten de nieuwe sterren van Ajax tot ze klaar waren voor het eerste elftal. Een van die jonge jongens was Bobby Harms. Je streven was, zoals nu ook bij de jeugd, om ooit een keer tussen die vier lijnen hier in dat mooie stadion te spelen. Was het toen een eer om mijn debuut. Debuut in 1952 mocht ik debuteren als 18-jarig jongetje. Dus een heel oudere ploeg. Waar ik dan zei, meneer Portras, die werd dan afscheid. Ik zei meneer Michels tegen, meneer Van Dijk. Want ik was een jong piemeltje. En dan debuteren hier, zo waar je altijd heel lang naar gehoopt dat je het zou halen. En dat je dan toch in september 1952 tegen Heracles hier mag voetballen. Ja, dat is toch. Dat is om koud van te worden. Het stadion is vanaf eind jaren 60 een onneembare vesting voor uitploegen. Het Olympisch is het decor voor Europese krakers, maar ook in de meer is het genieten van het Amsterdamse vreugdevoetbal. Engelse sfeer in de meer boezemt tegenstanders angst in. Vanaf de Reinoldstribune kan je de spelers bijna aanraken. Venijnige spreekoren zijn nooit ver weg en de publiekslieveling wordt op handen gedragen. Mijn relatie met vooral deze kant was nooit zo heel erg goed, want die waren natuurlijk altijd behoorlijk gecharmeerd van Sjaakje Zwart. Dus die hadden daar in het begin ook altijd wel een beetje moeite mee dat ik daar speelde. Als ik voor dus die kant op speelde, dan had je dat stuk van de Eretribune. En daar rust mijn Reinoldstribune. Mijn bekende mensen die bij mij altijd in de winkel kwamen, ook sigaren halen, sigaretten. En dan hun hoorde je of je goed speelde of niet. Ze begonnen dan met die Jel Sjaki.
En als het wat minder werd, dan kreeg je af en toe op je donder. En dan zeiden ze, hey, denk je dat je nog in je winkeltje staat, bijvoorbeeld? Nou ja, dat is gewoon leuk. En dan gaf je antwoord. Toen ik nog niet bij Ajax speelde, was ik bij Cor Koster thuis. Ja, de schoonvader van Johan, die op een zondagochtend, die gingen dan gezellig nog even koffie drinken. En dan roepen we om 12:00 en dan samen naar dit stadion. Dat is dit stadion ook, die Amsterdamse gezelligheid. Als we uitspeelden en we verloren wel eens, degene die week erop bij ons hier thuis kwamen, die kon aan de slag, die kreeg zeker een kooltje of 6-7 binnen. Dat is altijd, dat gebeurde veel. En daarom waren die Amsterdamse brutaliteit een beetje, en ja, daar waren de tegenstanders, tenminste de zuidelijke ploeg ook, het meeste, die waren dan een klein beetje van onder de indruk. Dus in de kleedkamer heb je ook de opnames gemaakt. Uwe Noirs, 3. Ruud Krol, die wilde altijd de middelste. Dan bleef je rustig wachten voor de wedstrijd. De bel ging dan al. We moesten de middelste hebben. Ja. We hadden dus als team een bijgeloof. En dat was bij de TOS. Dat wilden we altijd winnen. En dan speelden we eerst naar de Diemenzijde. En na dus naar de stadzijde. Na het vertrek van Cruijff komt de klatter een beetje in. Sportief is het soms bar weinig en de tribunes van de Meer zitten niet meer vol. Tot zondagmiddag 6 december 1981. De terugkeer van nummer 14 in de Meer. Haarlem thuis. 2:30, klassiek tijdstip. Het stadion kolkt als vanouds. Dat wil niemand missen. Goed naar Søren Lerby. Lerby. Cruijff. Glad, Johan Cruijff. En een weergeloze boogbal. En wat een goal van Johan Cruijff. 21 minuten spelen. Ja, en daar zijn de mensen voor gekomen. Briljant. Søren Lerby. Achtervolgend opbouwen. En dan let op, Johan Cruijff. Blijf kijken. Glijdt langs Martin Haar. En dan het overzicht van de grote meester. De geschepte bal. En dit is een juweel, zonder meer. Johan Cruijff, en het bloed zal wat sneller bij hem stromen. Nu al heeft hij aan de verwachtingen beantwoord. Van zulke goals zie je werkelijk niet al te veel. Aan de hand van Johans comeback geniet het publiek van een nieuwe lichting Godenzonen. De Amsterdamse Brani is terug. Søren Lerby. Kieft, goede bal van Lerby. Kieft. Wim Kiep. Schoen aan. Lopje. Prima goal. Dek Schoen aan. Rijkaard van Schip. Bosman heel goed. Ja, prima goal. Doet het op deze manier. Olsen. Kruik. Goal. Molenaar met een verre paas. Helemaal vrij, Vanenburg, alleen maar kansen voor zich. Moet je uit kunnen spelen, zou je zo zeggen, met zijn techniek. Dan dit wippertje, oh wat is dat mooi en wat is het een goal. Heel erg mooi, voor de schieten tekort, subliem gewoon. Van Schip. Wouters. Van Basten, schitterend! Schitterend, Marco van Basten. Het mooiste doelpunt van deze competitie. Het is niet alleen het spel of dat veld zelf. Want dat vind ik ook niet zo bijzonder. Er zijn wel sfeervollere stadions. Maar de sfeer hier in de Meer is eigenlijk, je kunt het in één woord onderbrengen, van Praag. Dus Jaap. Maar ook dus de supporters. Echt mensen waarvan ik bij wijze van spreken niet hou. Die types met leren jassen, met van die dikke knopen hier. Maar toch, dat is Ajax. Veel supporters komen met de tram. Lijn 9. Vanaf het Centraal, via het Rembrandtsplein en Artis naar de Middenweg. Gesprekken over 1-2'tjes, dribbels en stiftjes. Samen springen in een rijdende kroeg. En ja, dan wordt er wel eens wat gesloopt. Ja, zo gauw de tram op en neer begint te gaan, dan denk je, nou gaat het fout. Hè? Want dan beginnen ze te dansen, de TL-buizen worden gesloopt. En dan zo langzamerhand wordt het steeds erger. Was het sloopeffect afhankelijk van de uitslag van de wedstrijd? Nee, totaal niet. Want we hebben ons vaak genoeg afgevraagd, nou, Ajax heeft toch gewonnen. De supporters zijn tevreden. Dat had geen enkel invloed op het sloopwerk, zeg maar.
Binnen Ajax groeit het besef dat de Meer moet worden ingeruild voor een ander. Een nieuw stadion. De Meer is oncomfortabel, te klein en er is weinig ruimte voor commercie. En het is onveilig. In 1989 wordt tijdens de UEFA Cup wedstrijd tegen Austria Wien de keeper van Austria vanuit de tribunes geraakt door een ijzeren staaf. Ajax wordt een jaar uitgesloten van Europees voetbal. De roep om een moderne stadion wordt groter. Toen bekend werd dat we een nieuw stadion krijgen, dacht ik ook van, nou, zet hier nou weer een stadion, een tribune bovenop en dan gaan we de trainingsvelden, parkeergarages bouwen. Ze zijn zo handig tegenwoordig. Toen dacht ik, nou, waarom nou eigenlijk? Ja, dan gaat op een gegeven moment onze penningmeester Arjen van Os heeft mij gesproken. Zit Bob maar dit en dat en dat en dat. Van Os heeft gelijk gehad, want je kan niet zo langer doorgaan. Maar dat er hier natuurlijk iets veel dingen zijn gebeurd, zulke mooie dingen zijn gebeurd. Ja, niet van mij alleen, maar de grootste van de wereld hebben hier gespeeld. Een Cruijff is opgegroeid hier zo. Dan denk je, ja, nou het is over. En of dat ooit weer na te bootsen is, ja, dat zal de toekomst moeten aanwijzen. Dat het niet te voorkomen is, ook daar ben ik met je eens. Maar je zult moet afwachten hoe het zich ontwikkelt. Dat je als klein jongen van 8, 9 jaar kon gaan trainen en dat je die spelers allemaal tegenkomt en tegenloopt. En een hele rare situatie die je zelden of nooit bij een ander voorkomt. Eigen stadion, eigen situatie. Waar ter wereld heb je dat? De enige die dat een beetje benadert, maar niet echt benadert, is eigenlijk nog Barcelona. Die hebben een eigen stadion waar hun zich omkleden. En die jeugd zit er ook vlak in de buurt. Maar het is toch ietsje verder weg. Die drang om maar huisjes neer te bouwen die ook een eindje verderop kunnen. Dat totale ongevoel voor een klein beetje, ja, gevoel van de mensen die hier wonen. Daar Ajax stadion moet hier toch liggen. Je wilt hier nog toch niet de Cruijffplein of zoiets hebben. Hoe goed dat ook is. Hoe graag ik er ook aan zou willen wonen. Het werd de Cruijffbrug. Zouden mensen hier weten hoeveel geschiedenis hier ligt? Dat ze hun hond uitlaten waar Vaatje dribbelde? Dat ze een ommetje maken waar Sjaki een bekkiedol draaide? Dat ze hun auto parkeren waar Bergkamp een stiffie maakte? Ik hoop het zo. De verhuizing naar de arena gaat in ieder geval door. En dus kunnen de supporters nog een paar jaar genieten van hun mooie oude stadion. Zo begint de opbouw weer van achteruit. Meestal bij Wim Jong. Een paas door het hart op Bergkamp. Schitterend! De twee eenheid Wim Jong, Dennis Bergkamp die elkaar blind kunnen vinden. Lange paas op zoek naar Bergkamp die daar alweer ontsnapt is. En de Jong moet redden. Van Schip scoort. Overmars wil verder. Prefereert dit boven een ingooi. En gelijk heeft hij. Daar is Rijkaard, 1-0! Frank Rijkaard is terug! Nu maar een jaar door. Heeft succes bij Bos. En scoort fantastisch! Ronald de Boer met een mooie. En de machine raakt weer op toeren. Hier hangt de sfeer van grootmacht in de voetballerij. Want deze tijd, in de gouden tijd, of nu is ook een gouden tijd natuurlijk, maar wanneer is geen gouden tijd van Ajax, dan had je bijvoorbeeld twee uur spelen, kwam voor twee aantreden, kant en klaar naar gang. Een tegenpartij, nog wacht, nog geen tegenpartij, nog niet dat ik. Kijk, en dan keken ze zo schuin, die gang in, wie er een beetje meedeed. Weet je op? Maar dat was de macht van Ajax. Dat was dus nu nog de macht van Ajax. Voor jezelf weet je niet, dan denk je, ja, ik werk bij Ajax, tuurlijk. Maar dan denk je, ja, ga toch weer naar binnen. Daar zegt iemand je gedacht, daar roept er een, in de gang staat er een, dan wacht. Sjaak, heb je koffie gehad? S'avonds ben ik er ook altijd. En een vrouwelijke fysiotherapeute, die zit aan de andere kant. En dan doe ik hier de twee licht aan, teken dat ik er ben. Dat als er wat gebeurt, je weet maar nooit, hè? En dan zeggen ze, oh, Sjaak is er, twee lichten branden er. Het is 28 april 1996. De dag dat Ajax zijn laatste wedstrijd speelt in Stadion de Meer. En het is ook nog eens de kampioenswedstrijd. Het is zonde op een gegeven moment voor de buurt. Maar qua verkeersoverlast en dat soort dingen is, dan vind ik het niet erg. Zoals mijn grootouders, die hebben hier, voordat Ajax hier was, hebben ze altijd geboerd. Mijn moeder is hier geboren.
Was het dus, een boerderij? Ja, het was een boerderij. Dus ik praat eigenlijk van 100 jaar terug eigenlijk. Ik heb hier in de buurt gewoond, Transvaalbuurt. En dan liepen we altijd met de jongens, weet je wel, naar het Ajaxstadion. Ik heb er zelf in gespeeld. Dus ja, even snikken vanmiddag, hè. Ik vind het na dat ze weer gaan, hoor. Hé? Ja. Ja, wat doe je eraan, hè? Nou, een uur of 11 loopt het altijd zo'n beetje binnen. En dan is het om 12:30, dan is het helemaal vol. Dan kan er haast niemand meer in. Ja, dat is gezelligheid. De knus altijd, hè? Lekker klein. En de supporters komen allemaal mooi bij elkaar allemaal. Ik heb al in de arena geweest, maar nog niet wist te kijken waar er een mooie kroegje is. Maar ja, er komen ook dingen in de arena zelf, hè? Misschien vinden we daar wel weer wat, maar dit missen we wel, denk ik, ja. Nog een uurtje. Nog 1 uur voor de aftrap van de allerlaatste wedstrijd in De Meer. Voor de laatste keer je seizoenskaart laten zien aan de supposter. De laatste keer een hamburgertje pakken. Het loopje naar je vak. Een geintje. Oké, zal ik even zwaaien? Wat moet ik maar doen? Ja, even zo. Het onderonsje. De verwachtingen. Het zoeken naar je plek. En de laatste keer Ajaxide het veld van De Meer op zien komen. Met de vierde hoekschop. En als Van Vessen de bal niet heeft, is het te scoren door, ik meen, Frank de Boer. Canu. En Fini die is door, het is 3. Fini die is er eerder bij dan de doelman, het is 4. Siloy. En daar is Fini die weer weg en hij is er weer eerder bij dan een doelman. En het is een hat-trick voor Fini die. En 5-0 voor Ajax. Polka voor Willem II. Dat af en toe ook nog een duit in het zakje mag doen. Stewart komt voorlangs en De Gier scoort. Het eindsignaal is daar, de landstitel van Ajax is daar, de 26e sinds de oprichting van Ajax. De 18e sinds de invoering van het betaald voetbal. Officiële wedstrijd van Ajax 1, de laatste hier in ons klusjesstadion, De Meer. Daar is de schaal bij Danny Blind. Die de schaal ongetwijfeld voor de laatste keer rond de volgepakte tribunes van De Meer zal dragen. En niemand heeft dit willen missen en is naar huis gegaan. Het is een dubbele emotiedag, man. Feestel, ja. En het publiek scandeerde uw naam de hele wedstrijd, hè? Grandioos publiek. Niet omdat ze mij mogen. Wij hebben het beste publiek. De beste mensen. Dat zie je. Spontane, eerlijke mensen. Weet je wel?
de 80e jaren hebben we met name vooral 88, 89 wat problemen gehad natuurlijk. En, ja goed, we hebben al die problemen overwonnen en misschien geeft dat nog wel de meeste voldoening. En daarom is deze titel minstens zo mooi en zo niet mooier dan vorig jaar. Daar gaan ze. Voor de laatste keer lopen ze hun stadion uit, de Middenweg op. Dag De Meer. Dag ouwe gabber. Je was geweldig. Op 6 augustus 1996 gaat definitief het licht uit. Met de show Adieu De Meer neemt Ajax na bijna 62 jaar afscheid van een mooi huis in een grote tuin. Denkwaardig moment, 6 augustus 1996. Ik ben het gebouw Ajaxstadion aan het slopen met een bal. Zeker geen Ajax vinden? Nou ja, het moet gesloopt worden, hè, dus er zit niks anders op. Ze hebben toch een mooi nieuw stadion ervoor terug. We moesten wennen en we zullen De Meer nooit vergeten. Maar de Johan Cruijff Arena, met de toekomst als tuin, is nu ons huis.